weer vaak een wagen gecombineerd van ons, maar dat vinden wij net wel leuk. Je kan dat ook sober doen met een infomoesje erop. Maar hier ook zie je dat toch weer kan, doordat zwart-wit ook mooi in de blouse terugkomt. Maar we willen op deze show toch ook graag dingen op een andere manier laten zien. Heel praktisch is het kleine hakje dat we nu ook weer terug gaan zien. Ja. Onze mannequins trouwens komen allemaal speciaal van Duitsland. Dat is iets dat komt van mijn leven, dus ze gaan ons wel niet goed verstaan. Ze verstaan wel goed Engels. Maar zij zijn eigenlijk vanmorgen heel vroeg en best al lang gereden, vond ik, zijn ze speciaal van Duitsland gekomen. Hetzelfde modelletje als die oranje broek, dus die hebben twee kleuren. Dus, wat is het moeilijk gemaakt? Het visje is een Alcantara kwaliteit, maar ik nu ook zie dat stroopt een beetje tegen de blouse, dus de blouse is mee uitgegaan. Een heel fijne kwaliteit blouse. Bestaat in het lang en in het kort, we hebben nu de korte visje gebruikt. Valt ook vrij los. Ook aan de mouwkes. Daar zit normaal een zwarte centuur bij, maar we hebben dat nu op deze manier gecombineerd.
tassen die ze er nu bij gecombineerd heeft, is een soort flexiemateriaal. Ja, wij vonden dat zelf ook heel tof als strandtas zelfs te gebruiken, maar ook heel chic als handtas. Dan gaan we terug naar onze sportieve lijn. Een lange jurk die nog iets later is toegekomen. Die zit ook trouwens, de jurk zit in de 30% korting. Regenjasje ook, pulken ook. Hier mijn sneaker gecombineerd. Ik vind dat wel heel tof met zo'n lange jurk ook. Bij zo'n lange jurk ook altijd wel een leuke tip is dat je de mouwtjes oprolt tot 3/4 mouwen. Dat valt ook altijd vlotter. Is Marquet Editions, ook een van de laatste leveringen. Hier hebben we eigenlijk een open zomerjurkje, een strak modelletje gecombineerd met een jurk eroverheen. Dus het kan alle twee elkaar zonderlijk gedragen worden. Ja, dat zijn bij ons ook wel de strandjurkjes. Dat dan ook wel ja, bij ons in realiteit dit als met zo'n lossere jurk over combineren. Hier zie je de witte schoentjes in een hoog modelletje ook. Dit seizoen vond ik ook een trend is dat die schoenen zich iets dikker doorstikten. Dat zag je in de schoenen ook wel veel terugkomen. Nu, dat vond ik dit seizoen echt iets nieuws. Onze volgende combinatie hebben we gecombineerd sport met de blouse van Editions. Daarop zit ook in de eerste leveringen, daar gaan we 30% korting af nu. Met de sneaker gecombineerd, de hogere sneaker ook. Wat ook perfect kan, vind ik, bij een lange rok. Draagt ook heel makkelijk en blouse kan je ook off shoulder dragen. Dank je. En blouse, we vonden dat nu wel tof met die zwart-witte rok gecombineerd. Daar zijn ook dezelfde blauwe broeken bij, dus dat kunnen we ook weer iets rustiger gaan maken. Zomerser nog naar de shorts. Die kan je lang en kort dragen. Is een los model. De vest is ook dezelfde dunne kwaliteit. Het topje is ook iets heel plezant als het warm weer is. Ook weer op een lange broek, perfect. En het leuke bij Marquet is ook de accessoires, de hoeden erbij, de sjaals erbij. Maar dat weten jullie allemaal wel, denk ik, dat ik het mooi kan afmaken. Thank you.
En daaronder hebben we eigenlijk een blouseje geschoven zonder mouwen. Zodat we toch het kraagje nog hebben. En we vonden het ook tof om het blouseje als gilet te dragen. Dat was eigenlijk ook mooi. Rugzakje bijpassend bij de schoenen. Kan je als rugzakje dragen, maar ook perfect als handtas. Een beetje handig bij de linten. En de sjaal werkt het geheel weer helemaal af. En dat jurkje zit er eventueel ook nog in een lichte beige kleur in. Dan hebben we van onze laatste levering ook nog, ik vind het zelf ook heel mooi, onze mooie lange rok. Met de bloemenprint gecombineerd, de kleuren komen ook heel mooi terug. Laarsjes vind je daar ook heel tof bij, zeker met zo'n slechter dagen als nu. En blouseje kan ook weer perfect off shoulder gedragen worden of op die manier. Ik heb daar sportief lichte blauw, die kan je echt op 101 verschillende manieren dragen. Die rok is prachtig. En dan hebben we als, ook een van onze laatste outfits. In diezelfde bloemenprint, in die pasteltinten. Is ook weer datzelfde jurkje als die zwart-witte zonder mouwen. Sjaal weer bijpassend. Wit kort jeansjasje erom gecombineerd. Ook altijd wel tof bij zo'n type jurkje dat je er een kort jasje van krijgt. Jawel, dan mogen jullie nog een applausje geven aan onze drie super toffe mooie Margaret.